Dank u wel. Ik ga eerst maar eens starten met de moties. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegend dat aanvullende maatregelen nodig zijn om huishoudens meer bestaanszekerheid te bieden, verzoekt de regering het minimumloon per 1 januari 2024 enigszins te verhogen, met behoud van de volledige koppeling en dit te dekken uit de uitgavenkant. Verzoekt hiertoe een wijzigingsvoorstel op de begroting SZW naar de Kamer te sturen en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door de heer Omtzigt. De vleermuizen, ze zijn er, ook in deze Kamer. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat uitspraak 2021-03977/1/R2, oftewel de Raad van State, uitdagingen veroorzaakt voor het snel kunnen isoleren en na-isoleren van spouwmuren. Van mening dat het niet getuigt van gezond verstand als mensen hierdoor een jaar moeten wachten tot ze kunnen isoleren. Constateren dat sommige gemeenten zoals Utrecht met slimme oplossingen komen om isolatie natuurvriendelijk te versnellen. Verzoekt de regering om gemeenten te helpen met zo snel mogelijk belemmeringen bij isolatie van spouwmuren ten gevolge van de Raad van State uitspraak weg te nemen. En daarvoor de behandeling van de begroting BISA, Binnenlandse Zaken, over te rapporteren. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie dien ik mede in met de heer Paternotte. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat op Prinsjesdag de politieagenten in tegenstelling tot voorgaande jaren niet zijn genoemd in de troonrede, behalve bij het onderdeel betaalbare woningen, constateren dat politieagenten op hetzelfde moment in grote getalen aanwezig waren om de veiligheid en openbare orde te bewaken in de stad, op de A12 en elders in het hele land, spreekt uit dat politieagenten waardering verdienen voor het iedere keer weer paraat staan om hun werk te doen in het huidige maatschappelijke harde klimaat en gaat over tot de orde van de dag. En deze dien ik samen in met mevrouw Helder. Dank u wel. Er is nog een vraag over de andere motie van mevrouw Bikker. Gaat u gang. Ja, voorzitter, over de eerste motie, als ik het goed heb, van mevrouw Van der Plas. Hoorde ik het goed dat zij vroeg om het minimumloon een beetje te verhogen en dat te dekken uit de uitgaven? Ja. Dan heb ik eigenlijk twee vragen. Waar moet ik aan denken bij een beetje? En waar moet ik aan denken bij de uitgaven? Wat is uw dekking? Nou, een beetje zou 1-2% kunnen zijn, tot 2% misschien. En we zouden kunnen denken aan het bevriezen van de Rijksdienst. Bijvoorbeeld het aantal ambtenaren. Niet meer uit te breiden met het aantal ambtenaren. Je zou ook kunnen denken aan het minder gebruiken van consultancy en adviesbureaus. Waar jaarlijks bijna 3 miljard ingestoken wordt. Dus er zijn genoeg uitgaven die we bij onze eigen overheid kunnen schrappen om dit mogelijk te maken. Tot slot mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, ik zou het dan fijn vinden als mevrouw Van der Plas dat concreet opschrijft. Want dan weten we waarover we stemmen. En een verhoging van het minimumloon. Ik heb zelf ook een voorstel neergelegd. Dus ik ben het met u eens dat we daarnaar moeten kijken. Dat we die bodem van het bestaan op moeten tillen. Maar het maakt nogal veel uit, ook naar de mensen die het verdienen. Dat je vertelt hoeveel dat zou zijn. Waar we het van betalen. En eerlijk gezegd, dat kan je niet een klein poosje doen. Van we bevriezen een poosje de overheid. En dan stoppen we weer met het minimumloon. Dan brengt het weer omlaag. Dat kan ook niet. Dus het is eerlijk gezegd. Ja, soms valt je mond even open bij een motie en dat is op dit moment wel het geval. Mevrouw Van der Plas. Nou, ik denk dat dat wat overdreven is, want zo wereldschokkend is hij nou ook weer niet. En ik heb net gezegd 1-2% en ik heb ook aangegeven waaruit we dat halen. Dus ja, volgens mij is dat duidelijk. Dank u wel. U gaat weer verder. Ja. De volgende. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er van de beloofde 100 miljoen euro vanuit het Rijk voor aanpak van de N35 nu opeens nog maar 15 miljoen beschikbaar is, constaterende dat de rondweg bij Mariënheem er daardoor ondanks jarenlange beloftes voorlopig niet komt, overwegende dat de benodigde 100 miljoen euro eerder al was gereserveerd, verzoekt het kabinet deze reservering intact te laten en de afspraken met de provincie Overijssel, die de helft van de totale kosten van 200 miljoen betaalt, na te komen en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de alsmaar groeiende windparken op zee grote en nadelige gevolgen kan hebben op de visserij en natuur. Constaterende dat de Europese Rekenkamer alarm heeft geslagen over de massale bouw van windturbines op zee. Overwegende dat de EU heeft nagelaten om de gevolgen en schade van de klimaatambities voor de visserij en natuur in kaart te brengen. Heeft nagelaten, heb ik gezegd. Verzoekt de regering om te stoppen met het bouwen van nieuwe windparken op zee en
de onderzoeken naar eventuele schade die door windparken is en wordt toegebracht aan de visserij en natuur af te wachten en gaat over tot de orde van de dag. Deze motie dien ik samen in met de heer Stoffer. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat uit het recent verschenen onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de wetenschappelijke onderbouwing van de zogenaamde piekbelastersaanpak ontbreekt, constaterende dat dit onderzoek laat zien dat depositiebeleid hooguit tot een afstand van 500 meter van de bron zinvol is, overwegende dat er over het hele land verspreid veehouders zijn die vrijwillig willen stoppen met hun bedrijf, overwegende dat de huidige beëindigingsregelingen LBV en LBV Plus gebaseerd zijn op depositiebeleid, verzoekt de regering om de beëindigingsregelingen niet meer te baseren op het principe van piekbelasters en depositiebeleid, maar deze zo spoedig mogelijk om te vormen naar algemene regelingen waar elke boer op vrijwillige basis aan mee kan doen en gaat over tot de orde van de dag. Alsjeblieft. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat er steeds meer wetenschappelijke rapporten verschijnen waaruit blijkt dat de onderbouwing voor het huidige stikstofbeleid op basis van depositie ontbreekt. Overwegende dat uit nieuw wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de depositie van stikstof buiten een straal van 500 meter niet toe te rekenen is aan een individuele uitstoter. Overwegende dat uit een recent verschenen rapport van TNO, RIVM en de WUR, de Wageningen Universiteit, blijkt dat de droge depositie veel te hoog wordt ingeschat. Overwegende deze rapporten eerdere rapporten bevestigen, verzoekt de regering het depositiebeleid los te laten met daarin inbegrepen de aanpak piekbelasters en in te gaan zetten op emissiebeleid en gaat over tot de orde van de dag. Alsjeblieft. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 een groep bedrijven die volgens de toen geldende wetgeving een melding hebben gedaan in het kader van het programmatische aanpak stikstof, de PAS, buiten hun schuld om niet meer beschikte over een geldige vergunning. Overwegende dat veel van deze melders te goede trouw handelden en de geldende regels hebben gevolgd. Overwegende dat de stikstofuitstoot van deze groep pasmelders geen aantoonbaar effect gaat hebben op kwetsbare natuur, omdat er geen nieuwe stikstofuitstoot ontstaat, verzoekt de regering een generaal pardon in te stellen voor alle melders die onder het PAS hebben gehandeld en te goede trouw aan alle voorschriften hebben voldaan. De melders in de kwestie vrij te stellen van verdere juridische stappen en te zorgen voor herstel van hun oorspronkelijke rechten en economische mogelijkheden, een passende compensatieregeling op te stellen om de financiële schade te vergoeden die deze melders hebben geleden als gevolg van het pasbeleid en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, mevrouw Van Plas. Dat is een vraag van de heer Bontebal, CDA. Ja, voorzitter, ik zit toch nog een beetje na te denken over die motie over het minimumloon. Heeft mevrouw Van der Plas een idee wat ongeveer 1% verhoging van het minimumloon kost? Mevrouw Van der Plas. Heb ik niet zo paraat. Volgens mij is het meer dan 1 miljard. Als we 1%, als we heel flink de kaasschaaf over het ambtenarenapparaat zouden halen, inclusief soldaten, agenten enzovoorts, dan haal je volgens mij, als je het heel grof doet, 200 miljoen op, misschien. Dus het is een hele ongedekte motie. Er zijn heel veel partijen die proberen heel netjes dekking te zoeken. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in, waar miljarden mee gemoeid is en u dekt hem niet. Ik vind dat wel een beetje, dat is niet heel financieel degelijk. En het verbaast me eerlijk gezegd ook dat collega Omtzigt deze motie dan steunt. Ja. Mevrouw Van der Plas. Ja, weet je, dat gratis bier moties, dat is een beetje een populaire uitdrukking hier in deze Kamer. Nou, dat is best populair. Ik heb hem al vaak voorbij horen komen. En ik hou ook van gratis bier, natuurlijk. Ik hou überhaupt van bier, ook als het gratis is. Maar dat terzijde. Nee, maar kijk, er wordt hier vandaag ook in het debat wordt hier ook gezegd, het kabinet voert uit en de Kamer controleert het kabinet. En natuurlijk, hè, er wordt steeds dekking gezocht. Ik ga ook nog een amendement indienen bij een begrotingsbehandeling van INW over de N35. Dat is dan niet nu. Komt op een later moment. Daar vind ik dekking voor. Maar we ontslaan het kabinet wel een beetje van de plicht om zelf ook met voorstellen te komen. Hè? Er zit in heel... Nou, hoe is...
Maar dit is dus precies wat er gebeurt. Ja. Hoe vaak komt een kabinet wel niet met een wetsvoorstel en met een bedrag wat daaruit komt? De heer Bontebal. Ja, je kunt er allemaal om lachen. Ja, het is niet u versus de zaal. Het is echt richting interruptie van meneer Bontebal. Ja, sorry. Ja. Nee, mevrouw Van der Plas is aan het woord. Ja, het kan wel. Want ik heb hier al heel vaak gehoord in de afgelopen 2,5 jaar dat dingen niet konden. En uiteindelijk kon het wel. Het kon wel. Het kon niet totdat we deden. En waarom zou dat niet kunnen? Ja, dat... Dank u wel. Zo sta ik erin. Soms, nee, maar... Ja, u bent goed, helder. Meneer Bontebal wordt een beetje paniekerig. Nee, ik word niet paniekerig, maar dan kan ik ook moties met 10 miljard indienen. En zeggen, ja, als het kabinet het kan, dan als het kabinet het wil, dan kan het. Ja, zo werkt het hier toch niet. Het voorstel wat het kabinet doet, is de miljoenennota. Dat is hun begroting. Inkomsten en uitgaven. En als je als partij een beetje financieel degelijk bent, dan kom je met een verhaal waarin je zegt, we gaan aan dat potje wat meer uitgeven en haal het daarop. En anders is het gewoon geen serieuze motie. Mevrouw Van der Plas. Dan stemt u tegen de motie, heel simpel. Dank u wel. Ja. Kijk even of er nog nieuwe vragen zijn. Ja? Het is wel omdat het best wel een belangrijk punt is. Omdat het namelijk gaat over hoe de Kamer functioneert. En dat er eigenlijk wordt gezegd, het kabinet moet regeren en wij moeten controleren. We zijn medewetgever. Wij kunnen hier zelf voorstellen doen, dan wel door te amenderen, zelf initiatiefwetsvoorstellen in te dienen. En het is dan van het grootste belang dat je daar ook bij aangeeft hoe je zaken wilt betalen. En waarom is dat belangrijk? Omdat we, dit is wat ik altijd vind te prijzen aan mevrouw Van der Plas, dat ze altijd zegt, we moeten eerlijk zijn tegen de kiezer. En als je zegt tegen de kiezer, we gaan het minimumloon verhogen, dat kost zoals u het nu schetst, tussen de 700 miljoen schat ik en tussen de 2 miljard euro, maar je zegt niet hoe we het betalen, dan hebben we een probleem. Want wij hebben een dekking voorgesteld, daar kan je kritiek op hebben, dat had de heer Omtzigt ook. Dan gaan we het debat met elkaar aan. De VVD heeft een dekkingsvoorstel, vind ik buitengewoon onverstandig. Maar dan ben je wel eerlijk naar je kiezer in wat de afruil is. En dat bedoelen we te zeggen met gratis bier. Je kan niet en zeggen, we gaan alle uitgaven, we kunnen alles uitgeven als overheid wat we willen. En we gaan de belastingen verlagen. En dat is toch een beetje wat u nu helder. Zegt. Mevrouw Van der Plas. Nou ja, goed. Ja, ik ben het daar niet mee eens met de heer Klaver. Dat is, ik kan me allemaal weer teruglopen. Maar, nou, op. Ja? Nee, maar ik wil mijn antwoord graag even afmaken. Mevrouw Van der Plas. Ja. Ik ben het niet eens met de heer Klaver. Want de heer Klaver geeft terecht aan, wij zijn medewetgever. Dus ik geef aan dat het kan komen uit het bevriezen van de Rijksdienst, uit het minder uitgeven bijvoorbeeld aan consultantsbureaus en adviesbureaus. Als we kijken, ik heb niet helemaal het bedrag in mijn hoofd. Volgens mij 2,7 miljard bijna wordt uitgegeven aan advies- en consultantsbureaus. Terwijl de Nationale Ombudsman zegt, dat is eigenlijk te bizar voor woorden, want die kennis moet in huis zijn. Als wij bij een mondkapjesdebat zitten en we krijgen een rapport van Deloitte & Touche en we zien dat er één rapport 6 miljoen euro kost, 6 miljoen, dan mogen we, waarom mag je dan niet, waarom moeten wij zeg maar altijd maar die dekking zoeken? En dat doen wij ook in heel veel gevallen, hè? Daar zoeken we ook dekking. Maar waarom mag je niet van een kabinet verwachten de voorstellen die wij doen, om die dan te appreciëren en dan aan te geven hoe ze dat gaan doen? Waarom is dat raar? Heel kort nog, de heer Klaver. Omdat het uw verantwoordelijkheid is als parlementariër om gedegen werk te leveren. En precies dit voorbeeld. 2,7 miljard aan consultants en inhuur. Heb ik ook genoemd in mijn bijdrage. Daar willen we vanaf. Maar weet u wat het is? Als we daar vanaf willen, dan zal de overheid meer ambtenaren in vaste dienst moeten nemen. Dat is de kern van al die adviezen die worden gegeven. U citeert de ombudsman die zegt, zorg ervoor dat die kennis in huis is. Dus als wij gaan bezuinigen op de inhuur van consultants, dan betekent het dat we meer ambtenaren in dienst nemen. En dat geld kunt u dus niet inzetten om dit te betalen. En precies daarom staan we hier te interrumperen. Omdat het namelijk gaat over hoe we als parlement functioneren. En wat we vandaag hebben gezien is een parlement dat het initiatief in handen neemt. Dat niet wacht op een kabinet. En dat is het parlement wat ik graag zie en waarvan ik ook had gehoopt dat u dat zo ziet. Dat we niet zeggen, we wachten op een kabinet en met welke voorstellen zij komen. We regelen het hier zelf, maar dat vraagt wel om financiële degelijkheid. Ja. Nou ja, ook daar ben ik het niet mee eens. Want nee, maar dit is, als we geen consultantsbureaus inhuren, dan moeten we meer ambtenaren aannemen. Nou, je kan misschien ook gebruik maken van expertise van ambtenaren die er nu al is, maar die niet gebruikt wordt, die gewoon niet gebruikt wordt. Daar ken ik genoeg verhalen van ambtenaren op ministeries, die gewoon ook niet gehoord en gezien worden. Die kennis is er misschien al, dus dat gaat helemaal niet op. Dat gaat gewoon helemaal niet op. En die advies- en consultantsbureaus inhuren,
Dat is een soort van gewoonte geworden. Zouden we niet eens kunnen kijken van, is dat altijd wel nodig om dat te doen? Is dat altijd wel nodig? Hebben we het niet zelf in huis? Ja. Er werken verdorie op sommige ministeries 5.000-6.000 ambtenaren. Je gaat mij toch niet vertellen dat die kennis niet in huis is? Dank u wel. Punt gemaakt. Ik kijk even naar mevrouw Hermans of er nog een nieuw punt is. Want mevrouw Bikker, de heer Bontebal en de heer Klaver hebben het ook gehad over dekking. Dus als u iets nieuws heeft, geef ik u het woord. Ja? Ja, voorzitter, ik vind het toch wel belangrijk dat we ons werk hier verantwoordelijk en gedegen doen. Wij doen aanvullende voorstellen op het voorstel van het kabinet. Het voorstel van het kabinet, of het demissionaire kabinet, heeft daar ligt dekking onder. Dat hoort dus ook bij de voorstellen die wij doen. Dat is ook het budgetrecht en de budgetverantwoordelijkheid die wij hebben. En mevrouw van der Plas, zowel aan de uitgavenkant als hoe u dat financiert, moet dat dan een beetje bij elkaar opgeteld kloppen. En uiteindelijk is politiek wel het kiezen in schaarste, het verdelen van schaarste. Dus het is niet altijd leuk, maar het moet wel. En het is precies de eerlijkheid naar de kiezer die de heer Klaver al benoemde. Dus toch nog een keer aan u de vraag om het voorstel wat u nu doet. Misschien kunt u het nog aanpassen, bij de AFB opnieuw indienen, zodat we het allemaal ook goed kunnen afwegen en zelf ook de keuze kunnen maken waarvan wij zeggen, ja, daar zijn we bereid wel of niet iets in te schuiven. Mevrouw van der Plas. Ja, ik ben ook eerlijk naar de kiezer. Het is misschien niet de eerlijkheid die mevrouw Hermans wil, maar ik heb hier volgens mij klip en klaar uitgelegd waar ik dan eventueel de dekking zie. Dus ik snap de oneerlijkheid van mijn betoog niet. Alleen iemand anders zegt van ja, maar wij gaan het uit dat potje halen. He, worden de moties ingediend en die zeggen dat de bedrijven moeten betalen. De bedrijven moeten betalen. He, de belasting moet omhoog voor bedrijven. Dan denk ik van, is dat dan eerlijk tegen de kiezer? Dat vind ik net zo min eerlijk tegen de kiezer. Want daarbij wordt vergeten te zeggen dat al die bedrijven die lastenverhogingen hebben, dat die en de prijzen van de producten gaan doorrekenen aan de consument. Dat misschien een heleboel bedrijven die in de periferie van grote bedrijven zitten, zijnde de kleine MKB-bedrijven, misschien dat allemaal helemaal niet meer kunnen betalen en gewoon moeten stoppen met hun bedrijf, wat leidt tot ontslag van werknemers. Zeg dat er dan ook even bij in dat soort moties. Dank u wel. Mevrouw, of het is de heer Paternotte. Ja, voorzitter, ik denk dat mensen hier ook een beetje op aanslaan, omdat ze natuurlijk ook gewoon kijken van, ja, het is een tijd van krapte en we moeten eerlijk zijn over keuzes. Dus ik wil eigenlijk de vraag verbreden naar het feit dat mevrouw van der Plas, als je naar haar verkiezingsprogramma kijkt, heel veel, ja, hele mooie wensen heeft, zoals het afschaffen van het eigen risico, 4,5 miljard, verhogen van uitkeringen en het minimumloon, ook voor 4 miljard in het programma. Het afschaffen of het terugdraaien van de hele pensioenwet, dat kost zo'n 16 miljard euro per jaar. Nou, alles bij elkaar tellen al deze voorstellen op tot ongeveer 35 miljard euro per jaar extra. En in het programma is niet te vinden hoe mevrouw van der Plas dat zou willen betalen. Zou het een mooie uitkomst zijn van dit debat misschien dat u zegt van, nou, dat gaan wij de komende tijd wel bekendmaken hoe we dat willen betalen, want dan, ja, dan weet Nederland ook hoe u al die enorme grote plannen, die vaak ontzettend duur zijn, inclusief het voorstel wat nu wordt gedaan, hoe mevrouw van der Plas die wil gaan betalen. En dan kunnen we eerlijk keuzes maken. Nou, allereerst dank aan D66 opnieuw voor het voeren van campagne van BBB door de punten in ons verkiezingsprogramma voor te lezen voor het oog van de natie. Dat waardeer ik heel erg. Ten tweede heb ik al heel vaak aangegeven... dat wij bijvoorbeeld ook niet bij het CPB ons programma laten doorrekenen, omdat bij het CPB, die gaat allemaal uitrekenen wat het allemaal kost. En wij willen zo graag. Ja. Ja. Nee, lach maar. Lach maar, ik lach met u mee. Wat het allemaal kost, ja. Allemaal wat het kost. Maar er wordt nooit een berekening gedaan wat goed beleid en effectief beleid en efficiënt beleid, wat dat uiteindelijk oplevert. Als we bijvoorbeeld kijken naar de mondzorg, waar de heer Wilders er ook al over had, dat als je zorgt dat mensen goede mondzorg hebben en dat het gewoon in het basispakket zit, dan voorkom je gewoon heel veel ellende op de langere termijn, waardoor je de zorgkosten weer kan verlagen. Als we ervoor kunnen zorgen dat ministeries niet meer allemaal als eilandjes aan het samenwerken zijn. Ik zal een voorbeeld geven met permissie van de voorzitter voor de tijd. Een tijdje geleden hebben wij hier een debat gehad en dat ging over wonen voor ouderen. En toen heb ik aan de minister van Langdurige Zorg gevraagd, weten jullie wel waar je zelf mee bezig bent bij de ministeries? Want we hebben hier een minister staan die zegt, ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En we hebben een minister van Wonen, hier links van mij, die zegt, ouderen moeten zo snel mogelijk de huizen uit, want die huizen moeten vrijkomen. Dat is toch raar? Langer thuis blijven wonen, zo snel mogelijk de huizen uit. Dan denk ik,
is er wel enige overlap tussen ministeries? Praten jullie wel met elkaar? Dank. Is het niet beter om bijvoorbeeld stikstofbeleid... We hebben een minister voor natuur en stikstof. Nou, u heeft in het verkiezingsprogramma kunnen lezen. We willen helemaal geen extra minister voor natuur en stikstof. Ja. Stikstof loopt door verschillende ministeries heen. Even en wat je nu krijgt, ik wil nog even afmaken. Het wordt nu wel heel lang. De laatste zin daarover... dat heb ik hier ook heel vaak gehad in debatten. Dan sta ik in een debat IMW, infrastructuur en water, en heb ik een vraag over stikstof. En er wordt gezegd, ja, maar dan moet u bij de minister van Natuur en Stikstof zijn. Of we hebben het over sociale zaken voor armoede of voor zorg. En zegt, nee, dan moet u bij de minister van Financiën zijn. Ja. Ik denk dat je miljarden kan besparen door gewoon heel efficiënt te gaan werken bij ministeries en iets meer met elkaar af te stemmen. Dank u wel. Dat zou een hele hoop schelen. Plas. Tot slot, heer Paternotte. Ja, voorzitter, er staan nog veel meer dingen in het BBB-verkiezingsprogramma, zoals een miljard extra om boeren te betalen voor maatschappelijke diensten, het meertbudget voor een miljard per jaar te verhogen, een heleboel knooppunten aanleggen, inderdaad het basispakket uitgebreid uit te breiden, rente op studieleningen af te schaffen. Dat zijn inderdaad allemaal punten, maar ja, deze nieuwe kamer gaat geïnstalleerd worden de dag na pakjesavond. Nou, mijn dochter is al naar bed, maar ik vertel haar altijd natuurlijk dat ze dan gewoon een verlanglijstje kan indienen en dat dan op een of andere manier er een zak met cadeautjes voor de deur staat. En wat ik er niet bij vertel, is dat dat natuurlijk ergens wel een beetje door papa en mama ook ergens gekocht moet worden. En dat lijkt wel heel erg op het BBB-verkiezingsprogramma, voorzitter. Mevrouw van der Plas. Nou ja, volgens mij heb ik net uitgelegd hoe het zit. Hier wordt niet gerekend met wat dingen opleveren. Hè? En uiteindelijk die pakjesavond van de dochter van de heer Paternotte. Ja, daar moet de heer Paternotte voor betalen. Al dan niet via Sinterklaas. Maar ja, het komt wel ergens vandaan. Dat gaat de heer Paternotte misschien later opleveren. Dat hij een hele goede band met zijn kinderen heeft. En dat ze het heel fijn vinden dat ze een fijne jeugd hebben gehad. En dat als de heer Paternotte straks 80 is en problemen heeft, dat die kinderen misschien wel voor de heer Paternotte gaan zorgen. En dat zijn de baten van goede dingen doen. Dank u wel. En dat is hetzelfde voorbeeld. Dingen leveren uiteindelijk ook iets op. En daar moeten we naar kijken. Wat levert het uiteindelijk op? En wat zijn dan de werkelijke kosten? Dank u wel. Misschien wel helemaal niet. Ik hoop dat er geen jonge kinderen nu kijken naar de algemene politieke beschouwing. Ik heb gezegd dat het via Sinterklaas gaat, hè? Ik hoop het echt niet. Maar ik vind het wel nu voldoende eigenlijk. Dank u wel, mevrouw van der Plas. Ja, ik kan niks doen. Ik sta hier ook maar. Ja. Dan geef ik het woord aan de heer Stoffer van de SGP.